Zo, ik heb snel even ontbijt gemaakt voor net met mijn vriendin. Ik ga nog niet eten, want ik ga eerst even een koffietje drinken. En ik ga vandaag dit echt niet meer eten. Ik ben al heel lang slecht bezig. Maar wat ik wil zeggen, dit soort broodjes zijn echt zo handig uit de diepvries. En de olijvenbroodjes zijn de favo hier in huis. Ik heb even twee crackers voor mezelf gemaakt met avocado, citroen, zout, peper, tabasco en een beetje olijfolie. Hele goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik ben vandaag opgestaan, mijn vriendin heeft hier geslapen. Even ontbeten en nu ben ik me aan het klaarmaken, want ik ga straks even richting Amersfoort. Ik vertel jullie straks weer meer hoe en wat, maar ik ben me nu even aan het klaarmaken. Ik weet alleen niet goed wat ik aan moet doen. Echt struggles. Zo, ik laat nog even mijn outfit zien voor vandaag. Ik heb een broek aan. Van waar is deze ook alweer? Dit is volgens mij van de Pri. Kijken. Ja. Deze broek is van de Pri. Topje van Comget Fashion. En een jas van Mango. En ik heb hier deze schoenen aan van de Bershka. Deze gele nagels. Ik ga stuk. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Wat vinden jullie eigenlijk van deze nagels? Ik vind het echt... Weet je, ik was even naar Barcelona toe. En toen had ik best wel, zeg maar, simpele outfits aan. En gewoon geen kleur of zo. En toen zag ik dus dat dan zo'n neonkleurtje op je nagels gewoon echt vet mooi erbij past. Dus ik heb er echt absoluut geen spijt van dit keer. Normaal gesproken, als ik echt iets geks doe op mijn nagels, denk ik van, what the fuck heb ik gedaan? Maar dit keer denk ik echt van, ik vind het echt wel leuk. Misschien ga ik het gewoon nog een keer doen. Oh, eindelijk in de auto op een of andere manier. Zijn wij gewoon vet te laten, terwijl we eigenlijk best wel vroeg waren begonnen met klaarmaken en zo. Maar ik moet nu even richting Amersfoort. Maar ik denk dat ik eerst moet tanken, want anders ga ik het echt niet redden. Oké, snel naar de tank. Wij zijn net gestopt bij het tankstation. We hebben getankt, we hebben even lekker drinken gehaald. Ik heb koffie, water, alles van onderweg. Want we zijn wel even onderweg, volgens mij zo'n 3 kwartier of zo naar Amersfoort. Dus we hebben tenminste wat te drinken. Ik ga in Amersfoort mijn vriendin even op het station even afzetten. En daar heb ik dus ook afgesproken met een oude vriendin van mij die ik vandaag weer ga zien. En zij komt uit Almelo en ik kom uit Rotterdam. Dus we dachten misschien wel handig als we even ergens in het midden afspreken. Want de vorige keer hebben we in Amsterdam afgesproken. Maar dat was ook best wel onhandig voor haar. Dus we gaan nu even lekker in Amersfoort. Ik hoop dat ze daar ook echt lekkere eetentjes hebben. Want ik kom daar echt helemaal niet vaak. Want als je... alleen in de auto zitten, je moet een uurtje rijden ofzo. Dat duurt altijd zo heel erg lang. Als iemand bij is, die uurtje ook echt zo voorbij. Dat is echt zo chill. Onderweg op snelweg ging zo'n waarschuwingslampje aan, zeg maar. Van dat mijn bandenspanning veel te laag was. En mijn auto deed meteen raar. Dus ik ben maar even snel van de snelweg afgegaan. Nu ga ik even een plekje zoeken waar ik mijn auto kan, waar ik mijn autobanden kan oppompen. Dus een heel aardig man heeft mij geholpen. Want ik kon er echt niet uit. Het was echt verschrikkelijk. Oh mijn god. Heel erg voor scheurd. Op het einde moet je zo'n... wat is het nou? Een wieldop of zo moet je er weer opdraaien, toch? En ik wou hem helpen. Geef ik hem een hand in plaats van dat ik die fucking wiel... Fuck, oh wat erg. Ik was zo in de war van het hele gebeuren. Ik pakte gewoon zijn hand. What the fuck? Het was gewoon een oude man. Hè? Hij dacht echt, deze chick is niet helemaal oké, man. Ik dacht, ik help hem. Ik wil het echt nooit meer doen. Mijn vingers, bah. Dus wij reden hier langs en ik dacht, kijk hoe mooi deze bomen zijn. Ik wil hier gewoon een foto. Ja, maar ik niet echt een bijzondere outfit aan hebben. Dat is toch echt mooi, man. Nu ben ik in Paris met Boertje. Kijk hoe leuk ze eruit ziet. Wij gaan even een concealer uitproberen voor Boertje. Ik heb één keer het verschil. Dit is matte. Dit is echt mooi bij jou. Zij gebruiken gewoon voor de eerste keer concealer. Wij zijn nu bij de Pri. Pri, bij de Zara. Ik ga helemaal stuk. Ik ga even deze jurk passen. Deze trui. En deze schoenen. Die zijn afgeprijsd. Die vind ik echt vet leuk. Deze trui even over mijn truitje gewoon graan. Ik vind hem echt zo leuk. Ik weet alleen niet of ik hem moet halen, want het zal weer lengte natuurlijk. Maar ik vind hem wel echt heel erg cute. Ik heb de schoenen even gepast. Kijk, zo zie ik beter de kleuren. Ik weet niet of ik hem heel erg leuk vind.
Oké, ik heb alles gepast. Ik ga precies niks halen. Hier echt dood. Het is zo warm. En Boertje gaat ook precies niks halen. We zitten inmiddels bij een restaurant. En hebben echt heel lekker eten besteld. Wacht. Ik heb dus vies spiesjes. En zij heeft mixed grill. Echt, ziet er lekker uit. Frietjes. Niet voor mij. Salade. En nog rijst erbij. Lekker. Ik ben nu aangekomen bij McDonald's in Amersfoort Noord. En zo grappig, want we reden achter elkaar aan. En toen namen ze gewoon opeens de verkeerde afslag. En nu sta ik hier alleen en komt het 10 minuten later. Maar ik denk, ik ga gewoon even lekker snel naar het toilet. Want ik ben echt heel erg nodig. Ik vind het zo dagen altijd heel erg leuk dat je mensen gewoon... Ja, dat je gewoon oude vriendinnen weer ziet. En lekker kunt bijkletsen en zo. Ik vind het altijd heel erg gezellig. En weet je wat ook leuk is, zeg maar? Nieuwe vriendinnen is ook echt... Ik heb heel veel nieuwe vriendinnen natuurlijk ontmoet in Rotterdam. Maar je kan nooit zeg maar echt over het verleden praten. Als in je kent niet dezelfde mensen. En ja, dat soort dingen. Dan kun je soms gewoon over oude situaties praten. En gewoon mensen die je allebei dan kent en zo. En dan gewoon ook updates. En van weet je nog, die is nu getrouwd. En die heeft nu een kind. Dus dat is gewoon, weet je, dat is gewoon gezellig. Zo, ik ben inmiddels onderweg naar huis. Het is echt fucking donker. Opeens niet normaal. En ik vond het heel erg eng om in het donker te rijden. Dus ik rij even lekker door. Nessie is nu thuis. Hij is heel erg ziek. En hij heeft daarna nog een nacht een show. Dus ik ga even lekker naar hem toe. Even kroelen. En verder, ja, ik heb echt zo'n leuke dag gehad. Super gezellig. Maar ik mis Nessie ook eigenlijk wel een beetje. Ik ben thuis. Echt heel erg kut. Ik heb mijn vlog verkeerd ingepland. In plaats van 8 uur om 10 uur. En ik ben natuurlijk nu pas thuis en het is 8:15. Dat betekent dat mijn vlog vandaag niet op tijd online komt. Waar ik een beetje van baal. Want ja, ik let er toch wel op. Dat vind ik zelf ook wel fijn als, ja, als kijker. Dat je dan niet op vlogs hoeft te wachten als, er, als het gewoon om 8 uur wordt verwacht. Nou, heel leuke zin. Op een spotlight. Ik ben inmiddels mijn vlog aan het uploaden. Hi Hon! Hi! Hey! Waarom praat jij niet? Ze is dus nog steeds ziek. Wij doen geen dag. Oei! En hij gebruikt nu de eucalyptus die wij van Marokko hebben gehaald. Oh. Dan is hij in zijn stoel, maar hij gaat helemaal dood. Eeuw! Wat? Nee, dat is echt niet normaal, man. Wat is niet normaal? Ben je hem zorg niet voorbij? Je lijkt op zo'n gekke Arab. Huh? Je lijkt op zo'n gekke Arab. Eeuw, waarom kijk ik naar je snot? Wow. Zo, mijn vlog is geüpload. Iets later, maar gelukt. Wij gaan nu weer even eten afhalen van Nessie. Nessie had heel erg veel zin in soep. Dus dat gaan we proberen. Heb je niet soep besteld? Maar volgens mij kan je daar gewoon wel lunchensoep vragen. Oh. Maar we hebben voor hem zo'n bonensoep. Bonensoep! Hey, dat is gewoon soep hoor. Besteld. We gaan het nu ophalen en ik ga lekker in mijn badjas. Ik ben ziek. En Mirjam zorgt niet voor mij. Kijk, jongens, ik praat uit mijn neus. Luister. Ik kan niet ademen. Zo goed. En Mirjam zorgt niet voor mij. Inderdaad. Inderdaad. Weet je wat het was? Vorige keer was ik zo erg ziek. Auw. En hij had niet voor mij gezorgd. Dus ik had in mijn achterhoofd gewoon van... Oh, wacht zo maar. Lang? Wacht maar. Zo lang in je hoofd? Ja, vrouwen. Wacht maar tot jij ziek bent. Wacht maar. Want kom maar, ik help... Kom maar. Ik help jou met altijd alles... Maar jij hebt mij gewoon laten zitten de vorige keer. Dus karma! Ja. Ik zit hier lekker gewoon gezellig een beetje tv te kijken. Lira, wat wil jij zeggen tegen mijn volgers? Lira! Lira! Jij wil hier zitten, hè? Op haar plek. Ja, hè? Maar zij mag hier toch ook wel een keer liggen? Jij ligt altijd met mij op de bank. Altijd is het jouw plek als ik hier zit. Maar mag deze dikzak hier liggen? Nee. Dienaar. Lira is boos. Mag ze ook even hier liggen? Mag dat? Of ben je de queen? Lira. Lira. Kind, kom eens hier. Lira. Lira.
ik zit hier dus met mijn katjes op de bank. Nesim is net weg, want hij heeft een show. We zijn elkaar een beetje misgelopen vandaag, want hij had dus vandaag in de ochtend en de middag opnames. En ik had natuurlijk met Boertje afgesproken. Toen was er iets... Oh, hallo! Oh, wat erg dit. Kom, Lira, kom maar. Kom maar. Kom maar. Kijk, ze heeft Dino hier weggejaagd om hier zelf te kunnen komen. Ja, kom dan. Kom dan, kijk. Zo, heb je je zin gekregen, jongen. Hier, ga maar liggen. Toen was ik dus thuis gekomen. En toen was hij al een uurtje thuis. En toen ging hij ook gelijk naar bed. Toen was hij wakker, maar ja, hij voelde zich natuurlijk niet lekker. We hebben even snel eten gehaald. En daarna is hij weer gaan slapen. En nu heeft hij dus een show. Maar goed, dit soort dagen heb je dus ook ertussen zitten. Dat je net elkaar, zeg maar, misloopt met je planning. Ik ga denk ik hier bij de vlog ook even afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doei!